toen heb ik het interview verder uitgeschreven. Daarmee was ik... Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het zaterdag en vandaag ga ik naar Gent om iemand te interviewen voor het tijdschrift. Wat zo schattig. Goedemorgen. Het is 7:45. Ik zit nu op de trein richting Gent en Pieters. Ik ga proberen te werken met mijn tijdschrift een beetje hier op de trein. Ja, maar ik heb ook mijn laptop mee. Maar super dikke rugzak. Maar eerst misschien een TikTok op te maken. Nu dat ik hier alleen zit. Er zijn trouwens heel wat vakhangers op de trein. Ik kwam zo in het station toe en er waren heel wat verkleed. En ik dacht, wat is dat hier? En 2 seconden later viel mijn vraag, oh ja, het is vakt. Dit weekend, de aprilversie van vakt. En daar, in de verte, is de paddingbeek. Toegekomen in Gent en ik zit hier nu aan het zuid. Ik ben nog even Pokémon's aan het vangen, want ik heb een Insigns en een Lucky Egg aangezet. Ik ben op het station. Het is nu ongeveer 7:45. Ik moet nog wachten tot 3:20. En ondertussen ga ik mijn slaatje eten, want ik heb nog niet gegeten sinds ik hier aangekomen ben in Gent. Ik heb deze pot mee. Oh, omdat ik mijn lepel mee heb. Yes. Dus het is heel leuk om hen nog eens te bezoeken en natuurlijk heel erg fijn om Jennifer van The Goal Getter Magazine te interviewen. Ik ken Jennifer al langer van een van de blogger meetings van Bloggercafé. Dus dat is heel leuk om haar terug te zien en om te horen waarmee ze nu bezig is. Het interview daarvan kan je lezen op www.zijofhaar.be in het nieuwe magazine van april. Het is misschien leuk om nog een keer uit te leggen wat er in het slaatje zit. Er zit sla in, tomaat, paprika, pijnboompitten, ei, paprika. En een overschotje vol korenachtige rijst. Hallo, ik ben thuis. Ik ben al eventjes thuis. Maar nu ben ik boven geraakt en aan het vloggen geraakt. Toen ik thuis kwam was mijn broer hier en hebben we wafels gegeten. Toen heb ik het interview verder uitgeschreven, daarmee was ik al begonnen op het terrein. Daarna is mijn zus gekomen. En dat was ook tof. En toen heb ik nog aan het westen uitgekeken, maar heb ik eigenlijk niet meer heel veel gedaan. Een paar dagen geleden heb ik deze gekocht. Dit is de Animal V8 stofzuiger van Dyson. Beetje moe. Echt een super goede stofzuiger. Daarom heb ik hem ook al gekocht. Mijn mama heeft de V7 en de V8 was
nu echt heel goed in promotie met zijn bulk 10-daagse van Bol. Dus ik heb hem gekocht. Want ik was al lang aan het zeggen tegen mijn mama. Als ik ooit alleen ga wonen, wil ik ook zo'n stofzuiger dus. Mijn voet gewast, mijn tanden gepoetst en mijn omkleed. Dit is trouwens een trui die jullie mij zo kunnen zien dragen. Als pyjama en als gewone kledij. Want eigenlijk is het gewoon een trui. Niet, geen pyjama, maar ik draag hem al heel graag als pyjama. En hetzelfde eigenlijk ook voor mijn broek. Maar mijn broek draag ik nu wel heel veel vaker als pyjama. En ik ga jullie meteen laten zien waarom. Daarom, hij is echt veel te kort geworden. Ik weet echt niet waarom. Allee, nu hangt hij wel redelijk hoog. Maar zelfs als hij redelijk laag hangt, is hij nog altijd echt te klein. Allee, te kort. En dan dat nogal belachelijk is om mee naar buiten te gaan, draag ik hem meestal gewoon om te slapen. En hij is ook super koffie. De laatste tijd heb ik nogal last van zweetvoeten, dus ik gebruik deze Actie Trans Roller. Dit is ook voor als je hevig zweet onder de oksels.